Meneer Zwageman, het is 23 jaar geleden dat u vertrok uit Alkmaar. Vandaag even terug om een prachtig gedicht voor te lezen. U schrijft ook ergens dat iedere keer als u in Alkmaar terugkomt, dat u weer iets kwijt bent uit uw jeugd. Ja, dat is uit een eerder stadsgedicht. Ja, dat is onvermijdelijk. Dus ook in Alkmaar wordt er niet alleen opgebouwd, maar ook afgebroken. Ik noem als voorbeeld de school van mijn vader, waarbij wij heel dicht in de buurt wonen. De Loerdenschool bij de Vondelstraat. Daar koester ik enorme indringende herinneringen aan. En die is verdwenen. Dus iedere keer als ik terugkeer, is er weer een stukje Alkmaar van mijn jeugd toch verpulverd geraakt. Wat zoekt u iedere keer iets als u terugkeert naar Alkmaar, omdat u nu in Amsterdam woont? Heel praktisch is het zo dat mijn eigen familie hier nog woont en ook familie van mijn vrouw. Dus wat dat betreft is er een ring van familieleden hier in de stad en daaromheen. Je zou kunnen zeggen dat ik naar Amsterdam vertrok en daar genoot van de anonimiteit, als het ware. Ik bedoel, Alkmaar is en blijft een kleine stad. Ik wil niet zeggen dat je in de gaten werd gehouden, maar ik had soms wel eens het idee van, nou, als ik nou 40 kilometer verderop ben, dan kijkt de familie niet meer over mijn schouder heen. Dan kan ik in alle vrijheid doen en laten wat ik wil. Nu zijn we een aantal jaren verder en nu treedt eigenlijk het omgekeerde effect in werking. Dat vaak Amsterdam eigenlijk in bepaalde opzichten dorpser kan zijn dan de rest van Nederland. En daar bedoel ik een soort sociale controle mee van, bij wijze van spreken, mensen die erg met kunst bezig zijn en die overal weer een mening over hebben. Wordt ook vaker herkend in Amsterdam. Dat ook, maar dan, hoe moet ik dat uitleggen? Mensen die het van beroep, laat ik zo 24 uur per dag een mening over alles en iedereen hebben, dat zijn niet mijn favoriete mensen en die lopen dus vaak in Amsterdam. Dat is gewoon zo. En om daaraan te ontsnappen, om aan die dorpse mentaliteit te ontsnappen, is er niets heerlijkers dan terug te gaan naar de stad waar je opgegroeid bent. Dat is Alkmaar. Dus dan slaak ik dezelfde zucht van verlichting en van vrijheid die ik 23 jaar geleden slaakte toen ik er wegging. En dat is natuurlijk wel een mooie cirkel. U heeft alle genres heeft u zo ongeveer gecoverd, maar ook heel erg succesvol gecoverd. Want er is geen één genre waar u niet in geslaagd bent. Welk genre ligt u nu eigenlijk het meest? Want ik heb begrepen dat voor uw dichtbundel, bijvoorbeeld Roeshoofd Hemel, waar u straks waarschijnlijk een prijs voor gaat krijgen. Die was aanvankelijk bedoeld als roman, of niet? Nou, kijk, Roeshoofd Hemel is nog steeds. Kijk, het is naar vorm en inhoud is het een gedichtenbundel. Maar het heeft nog steeds romaneske verhalende elementen. Je ziet niet vaak in Nederland dat er een dichtbundel uitkomt waarin echt één verhaal verteld wordt. Met ook nog verschillende vormen daarin. Dus in die zin heb ik met die bundel een soort tussengebied blootgelegd. Tussen roman en poëzie. Er waren ooit tijden dat schrijvers het heerlijk vonden om die verschillende genres te beoefenen. W.F. Hermans. Polemiek, non-fictie, romans, verhalen en zelfs gedichten in zijn begintijd. Simon Vestdijk, theater, kritiek, poëzie, romans, verhalen, gedichten. Ja, wat al niet. Prachtig om te doen. Je kunt van het ene genre zeilen naar het andere. En alleen maar met één genre bezig te zijn, dat lijkt mij beklemmend en beknellend. Die vrijheid is geweldig om elke keer weer een ander genre te kiezen. Maar pikt u dat zelf uit? Pik ik zelf uit. Ik heb zo van die periode dat ik mij bij wijze van spreken dat ik de non-fictie als een soort jas aantrek. En dan zijn er weer tijden dat ik even helemaal niets moet hebben van journalistiek en non-fictie en essays. En dan daal ik weer af in het rijk van de poëzie. Dat is geweldig. Dat u nog steeds geen nieuwe roman geproduceerd heeft. Ten eerste zou je kunnen zeggen, ik ben nu 40 en ik heb er al 6 geschreven. Dus dat is al heel wat voor iemand van 40. Nee, maar ik bedoel, het is een tijdje geleden. Connie Palme maakte haar eerste roman toen ze 38 was. Ja. Dus in die zin heb ik al vrij veel gedaan. En ten tweede vind ik dat je een roman moet gaan schrijven. Niet omdat je denkt van, nu moet ik maar weer eens een roman schrijven. Maar je gaat een roman schrijven op het moment dat je dat er in je leven een verhaal zich aandient waarvan je denkt, en dat en alleen dat verdient die romanvorm. Je zou voor hetzelfde geld kunnen zeggen, er is een gat gevallen van 13 jaar tussen de ene en de andere dichtbundel. Ik heb ook jarenlang geen poëzie geschreven. En toen werd mij weer elke keer gevraagd van, ben je nou nog dichter of niet? Want je schrijft de ene roman naar de andere, Vals Licht, De Buitenvrouw, Chaos en Rumoer. Die kwamen vrij kort achter elkaar uit. En toen
heeft men zich daarover beklaagd. Van, en de poëzie dan? Waar zijn de gedichten? Nou, de laatste jaren is het zo dat ik mij dus meer met gedichten bezighoud en met non-fictie dan met een roman. Maar ik kan me zo voorstellen dat misschien wel binnen een jaar of twee of drie jaar... Is daar nou een bepaalde reden voor? Of is daar een oorzaak voor aan? Nou ja, wat ik eerder zei, de reden is, ik vind, je moet een roman schrijven. Je moet geen gedichten gaan schrijven omdat je denkt, ik moet maar weer eens een gedicht schrijven. Nee, er moet zich een idee aandienen dat alleen maar vertaald kan worden in poëzie. Nou, zo vind ik ook niet dat je een roman moet gaan schrijven omdat je denkt, oh, het is weer drie jaar geleden, ik maak er weer een. Ik ben geen broodbakker, dan was ik wel de handel ingegaan in plaats van de kunst. Dus op het moment dat ik weer een idee krijg waarvan ik denk van, dat idee laat zich alleen en uitsluitend vertalen in een roman, dan ga ik weer een roman schrijven. Daar kan één jaar tussen zitten, twee jaar, drie jaar, nou nu zit het wel 5 jaar tussen. U gaat zo meteen naar België. Ja. Sint-Niklaas, heb ik begrepen. Sint-Niklaas. Onder de rook van Antwerpen. Wat is er in Sint-Niklaas precies te doen? In Sint-Niklaas is de uitreiking van de Paul Snoek Poëzieprijs. Daarvoor zijn 6 dichters genomineerd met hun gedichtenbundels. En mijn bundel Roeshoofd Hemelt, waar we het net eerder over hadden, is een van de genomineerde bundels. Maar zelfs dit, hè, nu we het hebben over Paul Snoek, zelfs die naam is voor mij verbonden aan Alkmaar. Want ik heb heel lang mijn best gedaan om de verzamelde gedichten van Paul Snoek te pakken te krijgen. Dat is die paarse, roospaarse bundel. En wie assisteerde mij hier? De Alkenaar, even verderop. En daar heb ik het boek gekocht, ik geloof alweer iets van 15 jaar geleden. Wanneer begon u eigenlijk precies te lezen? Hoe ging dat in zijn werk, uw eerste boeken? Dat was op de middelbare school. Verplichte lijst? Een verplichte lijst, toen begon ik te lezen. En ik moet zeggen, ik was in die tijd nog niet echt een heel gretig lezer. Ik begon eigenlijk te lezen du moment dat ik van de middelbare school af was. Want ja, wat moet is niet leuk. Maar toen het niet meer hoefde en moest, ben ik ontzettend veel gaan lezen. Mijn vrienden vertrokken allemaal naar Amsterdam of elders om te gaan studeren. Ik bleef hier, ik ging hier naar de Pedagogische Academie. Ik was toen tamelijk alleen, want al mijn vrienden waren weg. En die betrekkelijke isolatie, zal ik maar zeggen. Want ik was ook uit het ouderlijk huis gegaan. Ik woonde in een klein woningje in de Huiswaard. In die betrekkelijke ring van stilte heb ik toen... Dat is de tijd in mijn leven waarin ik het meest heb gelezen. Die 2,5 jaar dat ik daar woonde. Ik zat zelfs soms wel eens op een boek per 2 dagen. En als ik heel hard doorlas, werd het een boek per dag. En wat was nou het boek wat je echt bij je ballen pakte, zeg maar? Wat je niet meer los... Alles, heel veel. Herzog van Bello, Nabokov, Lolita. Het eerste boek dat die wereld zich opende, zeg maar? Ja, dat is heel moeilijk terug te halen. Ik denk toch iets van Jan Wolkers. De Kus of anders Terug naar Oegs Geest. Ik denk dat Wolkers opende voor mij het universum van de literatuur. Ja, ja. Oké. Hartelijk dank. We hebben alles. Meneer Zwageman gaat nu in zijn sportauto. Nee? Nou, had ik dat maar. Mijn zoon die daar loopt, die zegt, papa, wanneer koop je nou een Porsche Carrera? Jezus, Porsche Carrera? Ik heb een keurige gezinsbak om mijn kinderen in te vervoeren. En dan in gezwindespoed naar België-land. Ja. Oké. Okay. Heel goed, een lieve heersbeestje. Ai, hij loopt daar. Geweldig. Oké. Heel mooi. Nog meer goed materiaal. Succesvolle avond voor de. Oké, dag. Ga je mee, lieve schat?